Hallo allen en welkom bij een nieuwe Wie is de Mol video. Als je nog niet geabonneerd bent, doe dat dan snel hieronder even met het belletje aan, zodat je altijd op de hoogte blijft van alle nieuwe Wie is de Mol informatie. Goed, laten we dan maar snel beginnen met de video. Ik heb allereerst een theorie over Soy dat hij in zijn mollicitatievideo zegt dat zijn pokerface aanstaat. Goed, mijn pokerface staat aan. Is een hele gekke opmerking natuurlijk. En als we in het molboekje kijken, die deze week is binnengekomen bij de meeste mensen, dan zien we op een van de eerste bladzijden al het woordje pokerface staan. Zonder enige andere reden erbij. En dat lijkt mij een hele verdachte actie richting Soy. Hint. Is hij hierdoor misschien wel verdacht en daardoor misschien ook wel de mol? De tweede theorie van deze video gaat over de aflevering 1 promo. Everon zegt hier namelijk dat de kandidaten om zijn beurten een telefoontje krijgen om te horen te krijgen of je de mol bent of dat je kandidaat bent. Nieuw seizoen. Wie is de mol? Je zou nog een telefoontje krijgen met de mededeling kandidaat of mol. Dit is dat telefoontje. Vanaf 7 januari. Ben je er klaar voor? Avrotros, NPO 1. En wat er opvalt in die shots van de promo zelf, is dat Aniek niet te zien is op het rijtje van de kandidaten die in de cirkel staan. Zij staat als enige op dat moment te bellen met Everon. Het kan natuurlijk zo zijn dat de makers hier ons een hint proberen te geven over dat Aniek juist aan de telefoon is om te horen dat zij de mol is. En het maakt Aniek natuurlijk heel erg verdacht hierdoor. De derde theorie is een hele leuke humoristische hint. Tijdens het evenement van zaterdag 26 november waren er natuurlijk 5 oud-kandidaten die een sleutel bij zich hadden. Op die sleutel zat een badeendje. Dat badeendje kan je uiteindelijk leiden aan Guus Geluk, want dat is ook een badeend. Nou ja, geen badeend, maar een eend uit de Donald Duck. En wie heet er nog meer Geluk van zijn achternaam? Jurre Geluk. Ik vond het een hele leuke theorie om deze te lezen. En wie weet, is het wel waar? Laat even weten via mijn Instagram of in de reacties wat jij vindt van deze theorieën die gevonden zijn. De vierde theorie gaat ook over de mollicitaties. En nu letten we vooral op de mollicitatie van Sander. Het valt namelijk op dat hij tijdens een mollicitatie een boek in zijn handen heeft, die hij zelf heeft gemaakt over zijn reis in Afrika. Heeft hij hiermee voorkennis dat het in Zuid-Afrika gaat afspelen? En dat hij misschien hierdoor de mol is? Goed, dan hebben we tot slot nog een andere theorie. En deze gaat over Ranomi. Zij heeft namelijk tijdens de mollicitatie een kettingje om, een hangetje. En daarop staat een leeuw. Een leeuw is ook haar sterrenbeeld. En een leeuw kan je natuurlijk ook noemen als een koning, dus als een baas. En je zou dit dus ook theoretisch gezien kunnen leiden aan een mol. En daarnaast, om terug te komen op het badeendje. Die badeendjes gebruik je natuurlijk in het water. En wie heeft er heel veel gezwommen in het water? Nou, dat is natuurlijk Ranomi. En daarmee maakt Ranomi natuurlijk ook best wel verdacht. Goed, doe met deze theorieën natuurlijk wat je zelf wil. Het hoeft natuurlijk niet meteen waar te zijn, deze theorieën. Het zijn alleen leuke begintheorieën om in te gaan puzzelen. Bedankt voor het kijken naar deze video. Abonneer voor meer. En tot de volgende keer. Laters. Hallo molletje, ben je bovengronds, ben je ondergronds? Stop met saboteren, stop met irriteren, dank je wel, dank je wel.